In dit interview gaan we het hebben over dagvoorzitterschap en presenteren met Gijs Nillissen. Gijs, welkom bij Quality Bookings TV. Dank bent wel. Dagvoorzitter. Dagvoorzitter, ja. Hoe word je in vredesnaam een dagvoorzitter? Hoe komt dat zo op je pad in het leven? Nou, ik stond ooit op het podium als comedian, als grappenmaker. Okay. Maar echt als stand-up comedian dan? Of stand-up comedian. Ik heb beide gedaan, een avondvullende voorstelling en ook veel de comedy spots. Ja, dus echt de comedy clubs. Clubs, ja. Clubtour gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik vind de grappen blijft leuk. Maar ik wil niet alleen maar grappen. En toen ging ik steeds meer, werd ik gevraagd om dingetjes te presenteren. Dat begon eigenlijk heel klein. En ik had geen idee dat het dagvoorzitterschap heette. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk. Ja. Was je goed als stand-up comedian? Ja, een beetje FC Utrecht. Okay. Ja. Ten opzichte van? Nou ja, geen Champions League, maar ik kon wel een aardig grapje vertellen. Ja, zeker. En hoe oud was je toen je daarmee begon? 23, toen ging ik het podium op. Wees jong. Ja. En kan je je nog herinneren waarom je daarmee begonnen bent ooit? Ja, ik vond mijn leven best wel saai. Okay. Ik voetbalde, ik studeerde, ik deed allemaal steeds dezelfde dingen. Okay, een beetje dus standaard. Een beetje standaard. Dus op een avond bedacht ik wil iets doen wat heel ver buiten mijn comfortzone ligt, voor mijn gevoel. Een cabaret- en kleinkunstcursus in Groningen. Mm-hmm. Dus toen ben ik gegaan. Zelfs. Ja. Ja. Hebben ze daar humor überhaupt? Een soort van humor, een bijzonder humor. Maar elke regio heeft zijn eigen humor. Hè? Ja, precies. Ja. 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 En toen stond je de eerste keer op het podium. Was dat gelijk aan? Nee, het was niet eten, zenuwachtig. Killing. Ja. Maar wel killing met een soort licht gevoel van, hier zit wel iets. Ja, ja, ja. Dus ik wilde wel door. Maar moesten mensen lachen de eerste keer? Ja, een paar keer. Keer of vier. Ja. Ik weet nog dat ik mijn allereerste... Ik heb ooit een keer ook stand-up comedy getried. En toen hebben mensen gewoon niet één keer gelachen. Ja, dat niet is pittig. Niet één keer. Nee. Dan ik ben ook gelijk gestopt. Ja, dat verstandig. Voor het publiek ook. Ja, heel erg. Hey, maar hoe heet dat... Neem je die comedy ook mee nu tegenwoordig in je dagvoorzitterschap? Ja, je leert met comedy wel een bepaald een snelheid aan en een lezen van de zaal. Dat is het meeste wat je eraan hebt. Ja. Dat je aanvoelt hoe de sfeer is. Waar zitten de mensen die nog aan moeten? Waar zitten de mensen die misschien wel wat even moeten parkeren? Dat is een techniek die je ook echt leert in het comedy circuit, zeg maar. Ja, dat is de harde weg. Dat is gewoon, dan is dat je overlevingsstrategie deels. Dat je snapt wat er in de zaal gebeurt. Ja, precies. Hey, en hoe heet dat? Want je merkt toch wel vaak in het bedrijfsleven. En wij prediken als bureau dat heel veel. Maar jij zal daar ook een visie over hebben. Is dat mensen dan toch het dagvoorzitterschap. Dat laten we dan de directeur even doen. Een andere collega die... die goed bij spraak is, maar is het echt een vak? Ja, vind ik wel, zeker. Ja. En los van dat het een vak is, vind ik het voor een bedrijf ook veel chiquer staan als je een gastheer hebt die je aankondigt als directeur. Ja? Dan hoef je het niet zelf te doen. Precies. En je bent onafhankelijk. Ik denk dat dat een enorm voordeel is, dat je van tevoren wel voorbespreekt, maar dat je wel onafhankelijk een dag kan leiden met een doel. Ja, precies. En dat zou niet iemand zijn mening er nog tussendoor Dat iedereen denkt, heb je hem weer? Want vaak is het ook bij mensen die makkelijk praten, krijgen al veel dingen toegeschoven. Ja. Dus ik merk dat het altijd dat mensen altijd blij zijn als je er bent. Ja, en anders wordt het een beetje wij van wc-eend adviseerde wc-eend gevoel. Ja. Ja. Hey, neem ons eens mee in het proces. Hoe bereid je je voor of bereid je je niet voor? Of in hoeverre, hoe ziet het proces eruit als mensen je zouden boeken als dagvoorzitter bijvoorbeeld? Nou, ik bereid me natuurlijk voor. Dus ik vind het prettig om de mensen te ontmoeten waar ik mee het podium op ga. Maar ik bereid het ook weer niet super ver voor. Want ik wil wel dat het spontaan en een echte ontmoeting blijft. Okay. Dus je zegt eigenlijk van... wat er op het podium gebeurt, moet er niet te gescript uit gaan zien. Nee, ik zou dan van jou bijvoorbeeld willen weten dat je directeur bent van Quality Bookings en dat je een bepaalde missie hebt. Ja. En daar gaan we het er live over hebben. Ja, dus het vergt wat vertrouwen, maar je merkt dat altijd de energie wordt gewoon echter dan van, hoe is het nu? Ja, en je merkt inderdaad, dat heb je ook wel gelijk. Je merkt ook wel vaak als je dan inderdaad zo'n duo op het podium hebt staan en ze hebben het van tevoren voorbereid, dan is het echt zo'n... waarom zijn we hier vandaag? Ja. Nou, we zijn hier vandaag, dan wordt het zo heel erg voorbereid. En wat heb jij met duurzaamheid? Ja, precies. Ja. Dus dan is het inderdaad, jij gelooft echt in die er moet iets gebeuren. Ja, er moet echt een ontmoeting plaatsvinden, echt de vonkende energie. Ook omdat dan heel veel dingen bij degene die ik interview vanzelf gaan. Mensen zijn natuurlijk vaak wat gespannen of zenuwachtig, daar hangt veel van af. Op het moment dat je in dat script komt, worden mensen star. En op het moment dat er een echte ontmoeting plaatsvindt, gaan de ogen twinkelen, gaat je non-verbaal gaat vanzelf. Het gebeurt echt, wordt overtuigender, authentieker. Ja, eigenlijk alles wat je in de training leert, kan echt gebeuren als je een goede ontmoeting hebt. Ja. Je hebt ook al eens gezegd, eigenlijk is de dagvoorzitter, eigenlijk de regisseur ook
vaak zelfs bijna de eventmanager van het evenement. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat als je een goede dagvoorzitter bent, kun je in het moment nog handelen. Dus dan kun je vooraf afspreken in een draaiboek. We gaan het 15 minuten hebben over de circulaire economie. Ja. Maar als je de energie weg voelt lopen en je weet wat er nog gaat komen die dag. Kijk, een dagvoorzitter die kan gewoon de hele dag bewaken. Ja. Qua energie, qua inhoud, qua wat gebeurt er. En dat vind ik ook lekker. Ja. Want hoe doe je dat dan? Als je merkt dat er een zaal is en er staat zo'n spreker. En nou, we hebben hem allemaal wel eens gezien, vooral sprekers van het bedrijf zelf dan. Hè, dat het toch, ik denk van, oh, hoe komen we hier het uur door? Ja. Grijp je dan in? Nou, aan de voorkant grijp ik vaak al in. Als mensen een uur willen spreken, ben ik heel geïnteresseerd hoe ze dat gaan doen. Ja, precies. En je kunt afspraken maken, hè, wat je live doet. Dat we zeggen, dit is het tijdskader. Maar soms kan ik opkomen lopen om eens een verdiepende vraag te stellen. Mm-hmm. Dus ik kan de energie wel weer redden. Ja. En ik merk dat iedereen daar blij van wordt. Ja. Niet alleen ik, want ik vind het ook fijn om een leuke dag te hebben. Maar vooral de mensen waar het voor doet. Ja. Maar jij kiest ook wel vaak voor de interviewvorm. Liever dan dat iemand een verhaal gaat staan te zenden, toch? Zeker. Ja. Ja. Omdat je dan bij kan sturen. En omdat, wat ik net zei, dan mensen kunt laden qua energie. Het is best moeilijk en echt weer een totaal ander vak om een uur lang bevlogen te praten voor een publiek. Ik zou het iedereen gunnen. Ja. De vraag is of überhaupt iemand in staat is om mensen een uur lang geboeid te houden aan een verhaal. Ik zou 20 minuten max adviseren. Ja. 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 Hey, jij komt natuurlijk op superveel evenementen. Er kijken veel eventmanagers ook altijd naar deze interviews. Kom je vaak dezelfde fouten tegen die organisatoren maken? Mensen willen graag vaak zelf eerst het podium op om een en ander in te leiden en uit te leggen. Oh ja. Voordat ze jou mij aankondigen. Oh ja. Vind ik vaak een beetje een koude start. Ik vind het echt wat hebben als je gewoon het uitbesteedt. En dan word je ook geïntroduceerd als bedrijf. Een andere fout is waar we het net over hadden, is dat mensen beginnen met een monoloog van een uur. Mm-hmm. Dan zet je de code voor die dag ook. Oh, het wordt luisteren voor het publiek. Oh ja. En we hebben in de basis wel zin om te luisteren, maar niet te lang. Nee. Dus meteen in het begin de code zetten, het is dynamisch, je mag meedoen, er is energie. Ja, interactie met interactie. De zaal. Hoe zoek je de interactie op met de zaal dan? Nou, dat kan heel easy door gewoon eens wat te vragen aan de zaal. Maar dat kun je ook doen door mensen op hun telefoon wat te laten. Ja, er zijn legio mogelijkheden natuurlijk om een zaal te betrekken. Ja, daar wordt vaak toch vanuit het bedrijf gedacht van, nou ja, daar zitten dan wat mensen. En die moeten daar vooral lekker blijven zitten en luisteren naar wat wij te vertellen hebben. Maar... mensen vergissen ook dat. Het zijn ook je klanten. Het is ook je personeel. Ja, en er gebeurt niks. Als mensen echt alleen maar consumeren, gebeurt er niks. Nee. Dus ze moeten wel in de actiestand. Ja, ik ben heel erg van het on-demand. Ik heb ooit een keer tegen een spreker gezegd. Die zei ook van, ik heb heel veel mooie verhalen. Maar ik vind het altijd mooi om te weten wat er in de zaal leeft. Dan heb ik ook gezegd, maar waarom ga je dan niet volledig geïmproviseerd te doen? Ja. Waarom laat je mensen niet bepalen wat jij gaat bespreken? Ja. Die verhalen heb je toch wel paraat. Ja. En is je toen mee gaan experimenteren. En toen heb je gewoon eens een keer tegen de zaal gezegd van, vertel nou eens wat... Wat willen jullie horen? Nou, we willen graag dit horen, we willen dat horen. Ja. Dan ontstaat een hele andere dynamiek. En heeft het publiek ook veel meer het idee dat de spreker er voor hun staat in plaats van... Ja, en ik kan dan modereren, dus dat vind ik ook prettig. Hè? Als we gewoon veel van de zaal en van de input af laten hangen, dan zorg ik wel dat het geleid wordt. Ja. En dat is vaak een angst bij de organisatie, dat zegt het moet allemaal duidelijk in hokjes. Mm-hmm. Terwijl in de zaal vaak leven willen invloed, dus wat geven en dat sturen. Dat is eigenlijk wat ik de hele week doe. Ja. Zijn er nog meer issues waar je wel tegenaan loopt? Bijvoorbeeld geluid of verlichting of beamers of schermen. Waar jij tegenaan loopt en denkt van, dat zouden mensen toch echt eens anders moeten gaan doen? Ja, in ieder geval moet je beamer niet midden op je podium staan. Dan heeft de beamer meer aandacht dan de spreker. Ja, dan wordt het bijna een volspot. Toch ben ik ben altijd wel fan van versterking van het geluid. Ook al is het clubje niet groot. Mensen vinden dat soms een beetje een ding om eens een term te gebruiken. Maar het is wel lekker als je goed verstaanbaar bent. En een verhogingje werkt ook wel. Ja, precies. Het is eigenlijk wel de basiselementen van een podium creëren. Hoe klein je bijeenkomst misschien ook is. Ja, precies. Dat toch meer, zorgt toch voor meer verstaanbaarheid. Want ik bedoel, er kan altijd wat reuring ontstaan tussen de mensen. En als je dan niet er bovenuit kan komen, dan is het alweer lastig. Ja, mooi. Gijs, naast dat jij zelf op het podium staat, help jij ook andere mensen vanuit een ander bedrijf met presentatiecoaching? Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf SpeakArt. Dan train ik mensen die ook hetzelfde werk doen als ik, of die nog onervaren zijn, maar die help ik dan in hun performance en hun presentatie. Kan je daar wat over vertellen? Wat doe je dat dan met professionele sprekers, of doe je dat vaak juist met mensen vanuit een bedrijf die op een podium gaan staan? Beide, maar steeds meer professionele sprekers. Okay. Dus ik ben ooit begonnen met gewoon iedereen helpen, want ik vond het podium een hele prettige plek. En dat gun ik iedereen, dat is ook nog wel steeds mijn missie. Ja.
Maar ik zie steeds meer, er zijn steeds meer events, steeds meer momenten waar je op moet en mag profileren. Ja. En de tijd wordt korter, dus je moet gewoon geschoold en goede skills hebben. Ja. Zijn dat 1-op-1 sessies of is dat vaak in groepsverband? Kan ook beide. Oh, ja. Soms help ik iemand 1-op-1 met een speech. Maar het kan ook zijn dat ik in een groep een aantal mensen voor een aantal dagen gedurende het jaar help. Maar het is natuurlijk onwijs waardevol dat als ze jou dan ook als dagvoorzitter inhuren, dat je eigenlijk ook... alle andere sprekers, zeker vanuit het bedrijf zelf, ook kan trainen en helpen bij het zo goed mogelijk hun verhaal verpakken. Ja, eigenlijk kan ik ook beloven op voorhand dat de mensen die naast me op het podium staan, dat ik die help. En dat kan ook live in het moment, want dat doe ik met de training ook. Gewoon een onderdeel van die training is dat we met z'n tweeën een interviewtje doen en ik kan iemand sturen of op knoppen drukken waardoor dingen vanzelf gaan. Ja. Dus ik durf een relaxheid garantie voor de sprekers naast mij af te geven. Ja. Want wat is denk je de kracht van een goede spreker? Dat hij niet staat te praten tegen zijn publiek, maar met zijn publiek. Ja. Dus dat je contact maakt. En dan voelt het ook niet zo eng. Heel veel mensen vinden die bak eng. En dan kijken ze zo'n zaal en denken ze, jeetje, wat zijn er te veel. Op het moment dat je samen met elkaar een verhaal aan het bouwen bent en dat accepteert, ja, dan gebeuren er hele mooie dingen. Ja. Het is ook echt spreken vanuit authenticiteit, hè? En niet een verhaal op drum bedacht hebt. Geen missions presenteren en visions. Gewoon even vertellen eerst vanuit je persoon waarom je er staat. Ja. Ja, je merkt ook wel dat bedrijven gewoon het moeilijk dan vinden om gewoon oprecht en open en eerlijk te zijn tegen hun publiek. Hè? Het is altijd een mooi weershow. Terwijl iedereen dat dan ook op dat moment weet dat het een mooi weershow is. Ja. En dat je denkt van ja, wees gewoon eens eerlijk. Ja, als je slecht nieuws te vertellen hebt, ja. Gewoon vertel het maar gewoon. Ja. Mensen zijn ook niet gek, mensen weten het ook wel. Nee, en dat is ook, je vroeg net wat is een veelgemaakte fout op een event? Nou dat je een soort show opvoert. Waarvan, kijk, je mensen zijn natuurlijk niet gek, niemand is gek. Nee. Dus je voelt de sfeer van je bedrijf wel. En uitspreken in het begin. In het begin is het heel belangrijk dat je het kader zet op een eerlijke manier. Want dan ontspant het publiek en dan kun je een hele mooie dag tegemoet gaan. Ja. Als je dingen blijft verzwijgen of iedereen weet, ja, maar dit zit erachter. Oh ja, maar dit is omdat we de volgende keer hier met 10 mensen minder zitten. Ja. Dat voelt iedereen. Ja. Heb je een voorbeeld in het dagvoorzitterschap? Dat je zegt van ja, dat is echt iemand, wauw, hoe hij dat doet, daar kijk ik echt tegenop. Echt een voorbeeld... Misschien niet, want ik heb heel veel mensen gezien, maar ik ben altijd wel jaloers, misschien is dat wel een goed woord, op dagvoorzitters die echt een heel duidelijk profiel hebben. Jort Kelder, ik noem maar iemand, dus een beetje de rebel. Ja. Dan is het heel duidelijk wat er gebeurt. Ja. En ik ben toch wel iemand die het laat ontstaan, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, wat voor een profiel heeft hij nu precies? Ja, precies. Dat is ook weer, zoals Jort Kelder is natuurlijk weer ook weer spreker geworden vanuit een bepaalde bekendheid die hij heeft ontwikkeld. Dus dan ga je natuurlijk op een andere manier ook de markt in natuurlijk. Mis je het stand-up comedy nog wel eens of niet? Nee, maar ik mag stiekem grappen maken als dagvoorzitter. Ja, precies, dus ik kom dan gaan mijn grappen. Het is nu een soort plus. Is het is nu een soort plus. Ja, ja, nee, ja. Ik mis het niet. Het was fantastisch, maar het is slopend. En waar ik heel moe van werd, was dat mijn hele leven uit humorgedachten ging bestaan. Dus als ik teletext las. Je probeerde overal een grap in te vinden. Probeer je overal een grap te zoeken, ja. Ja. Mooi. Hey, en... je missie voor de aankomende 10 jaar? Wat kunnen we nog van je verwachten? Waar wil je naartoe? Nou, ik wil graag dat het echt live ontmoeten, dat groot wordt. Dus ik wil van de events die ik nu doe, ik wil groter. Dus meer mensen tegelijk. En ik denk dat er veel meer kan op het moment dat spreker en publiek samenkomen. Dus ik wil de zalen in met microfoons, mensen een stem geven, reuring en gekte. Dus eigenlijk zou ik het landschap wel willen veranderen in die zin. Mooi. Dat het niet het staande poppetje die praat, maar met elkaar goede chaos. Tof. Ja. Hey, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Check vooral ook onze social media kanalen en onze website voor nog veel meer leuke en inspirerende interviews. Dankjewel.